Oh nee, waarom ben ik zo? Niet zo veel! Oh mijn god, ik zag hem! Oh mijn god, hij zit achter de prullenbak. Wat de fuck moet hij nou doen? Oh, ik voel me zo schuldig. Goedemorgen, het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik zeg het altijd echt op dezelfde manier. Als jullie een andere opening hebben voor mijn vlog, let me know. Maar goed, ik werd vandaag wakker en ik keek op Instagram. En toen zag ik dus dat de nieuwe eyeliners van Love Island zijn bekendgemaakt. En oh my god, iedereen is super knap. Vooral de jongens, vind ik. Job is echt super knap. Hoe heet hij nou? Joey volgens mij is ook echt knap. En die meiden zijn ook echt heel erg mooi, dus... Ik weet niet, ze hebben echt goed gekast. Ik kan echt niet wachten om te gaan kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het nieuwe seizoen gaat worden. En nu ben ik thuis. En het wordt een beetje een saaie maandag. Want ik heb een to-do-lijst. Die wil ik vandaag eigenlijk zoveel mogelijk afwerken. En dat is best wel een lange lijst. Dus het wordt een druk dagje. Ik ben nu lekker mailtjes aan het beantwoorden. En ja, niet heel boeiend eigenlijk. En dit is voor nu dus mijn kast. Hangt echt heel perfect op kleur. Hier heb ik dus ook nog allemaal plek. Maar ik heb dit dus nog niet ingericht. Ik heb hier mijn broeken, maar dat lijkt me ook nog niet heel erg handig. Dus ik wil eigenlijk even mijn kast opnieuw herinrichten vandaag. Aangezien ik onder mijn bed dus nog 3 vuilniszakken met kleding heb liggen. Vooral zomerkleding. En dat wil ik er eigenlijk bij gaan doen, maar ik weet nog even niet hoe ik dat ga doen. Oké, guys, Fik en ik zijn in het kruidvat. En ze hebben hier altijd van die random dingen. En nu willen we echt deze kopen. Sorry, Twix. Ik had Twix. Die is met karamel en dit is softbaked. Oh. Zo baked. Ja, I don't know. En Bounty is gewoon vies eigenlijk. Zal ik deze proberen? Dus het lijkt me niet gezond. We moeten nooit met hoorn naar het kruidvat gaan. Ze hebben hier altijd zulke lekkere dingen. Ook dit weer. Ik heb ook deze camera gekocht bij het kruidvat. Want Maartje was hier net even. En die heb ik dus ook gekocht. En hier kan je dus echt super leuke foto's mee maken. En die moet je dan weer laten ontwikkelen. En ik dacht, dat is leuk voor leuke herinneringen. Of Ibiza of I don't know. En ik heb ook dit gekocht. Milka coffee pads. We hebben alleen geen koffiezetapparaat. Dus eigenlijk slaat het echt helemaal nergens op weer. Maar ik dacht, ik ga het gewoon kopen. En als ik ooit ergens heen ga met iemand met een koffiezetapparaat, dan kunnen we dit meenemen. Echt super chill. En Fik en ik hebben hem gekocht. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Het is echt kleurrijk en haalt-ie. Ziet er nog lekker uit. Ah. Romantisch diner nee, voor twee. Jee. Fik en ik hebben nog meer koekjes gekocht bij het kruidvat. Taste testing. Om te kijken of er iets is. Maar moet het nog een oven of zo? Echt? Oké, dit is hoe het eruit ziet. Het voelt wel een beetje alsof hij oud is. Ja. Ik kan die auto wel zo horen. Nee, het is niet geweldig. Nee, ja. Wat geef je het? 5,5? 6. 6,5. Eet hem wel op, uiteraard. 6. 6,2. Wel echt prima. Ja. Maar lekker. Oké. Als er iemand een goed voorbeeld is voor uitstelgedrag, dan ben ik het. Want het is inmiddels 9 uur. Ik heb nog steeds niet mijn kast gedaan, dus dat ga ik nu doen. Want anders ga ik mezelf weer haten. Ik moet ook nog mijn video editen. Ik heb gewoon een opstartprobleem met de dag of zo. Slaat nergens op, maar ik ga nu even alle zomerkleding proberen bij mijn kast te doen. Ik denk niet dat het gaat lukken. Oké, nu gaan we deze magische truc doen. Tadaa! Zie hier al mijn troep. Al mijn kleding, wat nog in mijn kast moet. Oh mijn god, waarom ben ik zo? Goed, ja. Ik moet dit er even allemaal uithalen. Alles ligt ook echt los. Nu ligt een jurkje. En verder die 2 vuilniszakken liggen helemaal vol. Wish me luck. Het is inmiddels 10 uur. Dit zie je ook niet, maar goed. En ik ben klaar met mijn kast. En al zeg ik het zelf, het ging beter dan verwacht. Ik heb zelfs ruimte over. Ik snap het dus niet, maar ik ga het even laten zien. Dit is nog steeds mijn hanggedeelte. Daar heb ik wat dingen bij gehangen, maar het valt al mee hoe vol het is. Dan gaan we hier kijken. Ja, het is niet logisch, maar voor mij is het logisch. Maar hier heb ik al mijn zwarte jurkjes. Deze stapel en 2 stapels erachter. En dit zijn jong setjes. Dus een jong broek en een toppie of zo. Ik dacht logisch om dat bij elkaar te doen. Dit zijn broeken. Oké, het is nog steeds rommelig. Maar het heeft in ieder geval allemaal een plekje. En ik kan gewoon niet zo goed opvouwen. Dit zijn t-shirts en topjes. Die niet op een hanger kunnen omdat ze vet wijd zijn en zo. Dan heb ik hier
mijn sportkleding. Aardig veel sportkleding voor iemand die nooit sport, maar goed. Dan heb ik daaronder pyjama's, lingerie en van die topjes die je even onder een shirtje doet, weet je wel. Gewoon van die korte hemdjes. En hier mijn riemen. Heb ik daaronder, volgens mij... Wow, ik was deze laan vergeten. Hier heb ik dus nog een la voor shit. Wow, ik heb gewoon een te grote kast. Ik heb gewoon ruimte over. Goed, en dan heb ik hieronder schoenen. Dit zijn natuurlijk niet al mijn schoenen. Maar de rest zit onder mijn bed. Alleen, ja, hier hoort nog een schoenla in te komen. Maar die is er nog niet. Dan heb ik deze la helemaal opgeruimd. Dit is ook allemaal lingerie, sokken, panties, dat soort dingen. Maar deze kon eerst gewoon niet open, omdat die zo vol zat. Dan had ik hier best wel veel ruimte nog. Dus ik heb daar maar mijn bedden goed in gedaan. Dan hoef ik niet elke keer mijn bed omhoog te klappen. En de la eronder is echt alleen maar shit. Die moet ik nog even uitzoeken. Gewoon echt van die domme dingen die daarin liggen. Dus dat eigenlijk. Ik heb dit best wel snel gedaan. Het is 10 uur. Ik ga nog even mijn video editen en dan ga ik lekker slapen. Oké, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik denk dat mijn roos uit elkaar is gevallen. Ja, het ziet er wel schattig uit. Misschien kan ik het bewaren. Ik heb mijn video geëdit, ik heb mijn pyjama aangetrokken en ik ga lekker slapen. Ik ga lekker knuffelen met deze mega beer achter me. Helemaal zin in. Morgen ga ik lekker vroeg mijn wekker zetten, want ik ga even langs de dokter. Want volgens mij heb ik een blaasontsteking, dat dacht ik vanochtend al. Ik heb echt super veel pijn en het is gewoon echt zo'n irritant gevoel. Ik heb het wel vaker. Ik weet het eigenlijk zeker dat het een blaasontsteking is. Dus even checken. Dan ga ik sporten morgen, waar ik echt heel erg bang voor ben. Maar goed, dat zien jullie allemaal morgen. Ik ga lekker slapen. Dus good night. Good morning, het is vandaag dinsdagochtend en ik zit in de auto om lekker te gaan sporten, oftewel heerlijk afgemat te worden. Vorige week had ik echt zware spierpijn, nu denk ik ook. Maar ik heb wel vanochtend heel enthousiast weer allemaal sportplekjes gereserveerd. Want vanaf morgen gaan de sportscholen officieel open. Dus ik heb voor morgen een plek gereserveerd voor donderdag en voor zaterdag. Heel enthousiast, want waarschijnlijk kan ik over 3 uur alweer niet lopen. Maar goed, ik wil het gewoon weer even oppakken. Ik ga lekker rijden en dan zien jullie mij straks doodgaan op de beelden. Ja, dan nog. Batman. Yeah, yeah. Nog 26 minuten. Yeah, yeah. It's a Batman thing. Yeah, yeah. Bad girl make you wine to this, nana. Give me that. Vond je nog goed, Lies? Ze is voor het eerst in het leven stil, dames en heren. Steady on time, yeah, don't be late, Nana. Said I'm in love with you. And I'ma give you anything you want. And I'ma give you anything you need. Bad man, yeah, why not me? Said I'm in love with you. And I'ma give you anything you want. And I'ma give you anything you need. Bad man here, yeah, why not be the beat? Tell me love, tell me what you want to know. Me, I no go lose control. Bad man, I feel your flow. Trek nooit Balenciagas aan. Met trainen heb je plus 2 kilo. En Lisa ervaart dit. Maar goed, een inzet geen gebrek natuurlijk, anders doet ze het niet. Sit up, be nobody. Been searching all around, but I found nobody. Call on me, call on me. I go give you all of me, Baby, make you follow me, follow me. I go give you all of me. I'm on to show, say she moving to the baseline. The way she a wine make a man wanna press the wine. Nou, dat zijn mijn buikspieren die we hebben doen. En binnen naar voren. Love attraction, hè? Love attraction. Stukje money, take your money. What you want to know? I go give you all and more. Bad man, I feel your flow. Wine, I'm slow. This wanna be private show. You don't know. Big bad man, point instrumental. Give me one time. It's okay, done.
maar chill, dat ik niet helemaal dood ga. Sporten is leuk, als je klaar bent. Ja, toch? Oh. Hoe lang gaan we eens doen? Ja. Nee. 3 minuten? Bluf. Nee. 2? Oké, is goed. Wij personal trainers doen vaak niet langer dan 1. Daarom zit het 2. Ik moet zo lang, jij zegt 3, ja, denk wat? Ja, denk kut. En jij verwacht 1, zeg je 2? Ja. En denk jij, what the fuck, ouwe? Heerlijk. Ja, liefst schrammen. 2 minuten. Deze. Ja, dan nog. Batman. Yeah, yeah, yeah. He's body baby, yo. He's body baby, yo. Yeah, yeah. Hoe lang zitten we eigenlijk? Niet dat het zwaar, maar... Oké, we zitten nu op 54 seconden. Jezus. Ja, is goed, hè? Oh my god, guys, deze training was super heftig, maar wel weer gedaan. Ik ben benieuwd hoe ik me morgen voel, maar voor nu voel ik me lekker voldaan en vond ik het super chill. Ik ben even met mijn moeder om wat spulletjes op te halen en ik dacht, ik neem mijn nieuwe koffie mee, want mijn moeder heeft een espresso-apparaat. Ik ga nu even een kleine taste testing doen en ik laat het jullie weten. Mijn camera gaat wel zo uitvallen, dus ik hoop dat ik het red, maar ik ga hem nu proeven. Oh nee, waarom ben ik zo? Hij is kapot of zo. Kut. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarom ben ik zo mongool? Poging 2. Hey, kijk. Volgens mij is het gewoon een soort chocolademelk. Niet eens koffie. Oké, mijn hoofd is nog steeds rood. Mijn batterij gaat uitvallen. Snelle taste testing. Fucking heet. Maar wel echt fucking lekker. Dit is gewoon chocolademelk. Het is geen eens koffie. Heb ik net gespoord, ga ik het weer lekker aandrinken. Top. Never drink calories. Zonde. Ik ga het niet opdrinken, anders voel ik me slecht. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Goedemorgen vanuit de sportschool. We zijn er gewoon weer. Ik heb zieke spierpijn van gisteren, maar ik dacht, ik ga gewoon, ik had ook een afspraak gemaakt. En deze sportschool is zo nice. Ik ben hier nog nooit geweest, maar ik zag veel hoe het eruit ziet. Dus bij de workout lab, ik weet niet of je me hoort wel de muziek, maar kijk hoe leuk deze lichtjes zijn. En ik heb deze zaal gehuurd eigenlijk. En dan krijg je dit schema erbij. En dan kan je dat gewoon lekker in je eentje gaan doen. Ik ben lekker alleen, dus echt super chill. En nu ik hier ben, besef ik echt wel hoe erg de sportschool heb gemist. Ik bedoel, dit is toch heerlijk. Gewoon lekker je ochtend zo beginnen. En ja, ik ga lekker sporten. Ontbijt slash lunch na het sporten. Het ziet er niet echt heel lekker uit, maar is het wel. Ik ga uiteraard nog wel meer eten hoor, jongens. Misschien ook binnenkort weer even een Water Eat in a Day op gaan nemen. En tussendoor kijk ik de vlog van Gio, want dit doe ik bijna elke dag. En ik weet niet, ik ben echt zo'n stiekem Gio-kijker die het echt heel erg leuk vindt om zijn vlogs te kijken. Oh mijn god, guys. Ik kan gewoon niet meer lopen. Ik ben zo moe ook, gewoon. Deze 2 dagen sporten achter elkaar, dat heeft me echt niet goed gedaan. Nou ja... Ik weet niet. Oh, ik kan nu zo in slaap vallen. Maar goed, dat gaan we niet doen. Want we hebben nog een hele to-do-lijst die ik af moet werken. Om te beginnen moet ik wat Vincent-pakketjes wegbrengen. Waar ik vrij weinig zin in heb. Want oh, ik heb zoveel pijn. We gaan lekker 4 trappen af. Ik ga Beer lekker uitlaten. En ik ga die pakketjes wegbrengen. Ik moest net ook 4 trappen oplopen na die gymsessie. En ik kroop er zeg maar gewoon overheen. Ik kon gewoon niet meer. Het was zo erg. Nou guys, weten jullie nog dat ik ooit... 2 weken terug of zo voor 200, 300 euro aan shine dingen besteld. Het is allemaal binnen. Hier liggen ook dingen. En kijk hoe cool deze slippers zijn. Oké, dit was echt een miskoop. Maar goed, kijk Beer. Deze slippers hebben wel haar. Oh, dat kon echt niet.
Goed, er zitten ook allemaal bikinis bij. Ik was het al een beetje aan het kijken, maar ik ga nog niks passen. Want hier ga ik een shoplog van maken. Dus ja, ik ga nog niks passen. Nou jongens, kijk hoe lekker deze salade eruit ziet. Er zit echt van alles in. En tussendoor ga ik even Temptation Island kijken. Want daar ben ik ooit mee begonnen en nooit afgemaakt. Temptation Island USA. Beer, stop, please, me blaffen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En zoals jullie zien ben ik lijkwit. Echt niet normaal. Ik moet natuurlijk... ik moet niet. Iemand reageerde dat laatste op mijn vlog. Ik ga natuurlijk over 3 weken naar Ibiza. En ik mag gewoon even wat kleur gebruiken. Dus ik ga langs de zonnebank. Als het goed is er eentje in Amsterdam die open is. Dus dat is super chill. Dus daar ga ik even langs en kijken of ik daar terecht kan op deze vroege ochtend. Guys. Vanochtend ben ik helemaal naar de zonnebank gereden. Voor niks, want hij was dicht, toch? Dus ik was slecht geïnformeerd. Maar toen ben ik naar huis gegaan, toen heb ik even met Beer een rondje over de Albert Kuipmarkt gelopen. Want Beer, zijn speeltjes raken hier gewoon altijd kwijt. Ik heb nu al 6 keer dezelfde bal gekocht. En elke keer koop ik hem weer opnieuw omdat hij gewoon kwijtraakt. Kijk hoe leuk hij het vindt. Nou net was hij iets enthousiaster aan het spelen. Jasmine is even langsgekomen. En Jasmine zei, Lies, zal ik je haar even invlechten? Dus toen dacht ik, oh my god, wat leuk. Ik ben heel benieuwd of ik eruit ga zien als een coole chick met vlechten of als een 12-jarig kind. Ik denk namelijk het laatste. Nee, dat is waar. Guys, mijn vlechten zijn af. Ja, ik heb het gezegd. Oh, cool. Weet je wel. Ik voel me wel een beetje 12. En kijk wie hier is. Nee, gewoon hetzelfde. Dan... Dag mensen, ik moet alles bukken voor jouw camera. Ja, maar kijk ook hoe lelijk dit licht is. Ik ga mijn camera meteen maar weer uitzetten. Volgens mij is je lens gewoon heel smerig. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat is echt basis. Ja, het is wel fijn. Oh, ja. 10 keer beter, je lens was fucking zo. Ik ben zo stof. Ja, dat zijn we weer. Maar goed, Kai is hier omdat hij een bezichtiging heeft hier vlakbij. Want Kai gaat hier misschien wonen. Misschien worden wij buren. Misschien worden wij buren en gaat Kai ook lekker in de pijp wonen. Dus het zou super gezellig zijn. Dus daarom is Kai langskomen en gaat straks een bezichtiging. Guys, inmiddels ben ik bij mijn auto en kijk even hoe erg getroept het is. Overal liggen wel dingen die totaal niet nodig zijn. Hier een boekje van een airfryer, een glitterkleedje. Daar ligt een soort verpakking van een pakketje. Hij staat niet eens scherp, jongens. Ik ga dit even fixen. De ergste dingen ga ik opruimen en dan ga ik daarna even langs bij de wasstraat. Kijk, hier ook schaatsen. Heel handig. Kijk, mijn auto is zo random. Ik heb hier namelijk liggen schaatsen. 2 lampen die ik nog steeds naar de IKEA terug moet brengen. Een badminton set. Skilers. Wow, mijn achterbank is best wel sportief eigenlijk. Een handdoek. Ja, echt heel random. Ik ga het nu even snel schoonmaken en opruimen. En dan mijn auto lekker laten wassen. Ik sta in de rij bij de wasstraat. Maar het is echt super druk. Dat heb ik weer zo niet handig gepland. Want over 1/2 uur moet ik weer iemand ophalen. Want daar ga ik padellen. Ook echt super handig gepland trouwens. Want ik heb nog steeds echt super veel spierpijn. En ik kan zeg maar niet echt lopen. Maar goed, ik had het al staan. En ik vind het wel weer echt leuk om te doen. Want ik heb het echt lang niet meer gedaan. Maar eerst even kijken of ik überhaupt op tijd kom. Ik vind de wasstraat wel altijd zo leuk. Je auto wordt er zo mooi van. Dan denk je altijd, oh, ik heb echt een mooie auto. Nu denk ik dat echt niet. Maar als die dan schoongemaakt is, ben ik er helemaal blij mee. En natuurlijk met mijn rode gordels. Ik ben helemaal happy. En het gaat volgens mij best wel snel. Misschien ga ik nog wel op tijd komen. Ben ik op de padelbaan, want we gaan weer padellen na, denk ik, 1/2 jaar of zo. Let me show you how you talk to me. Talk to me. Ride around the city, you get lost with me. I don't understand how I get it and I walk with it. Walk with it. Okay, blindside. Let me show you how you talk to me. Ride around the city, you get lost with me. I don't understand how I get it and I walk with it. Telling me to quit it, I don't even wanna rock with it. She was in my lane trying to switch like a new game. Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend en ik ben klaargemaakt om weer lekker naar de gym te gaan. Volgens mij wordt dit echt een hele, hele sportieve weekvlog. Wat ik dus altijd al zeg, ik ben of alles of niks. En nu zet ik een beetje alles in. Ik heb nog steeds wel echt spierpijn, dus ik ga me vandaag lekker focussen op armen en buik. Want mijn benen doen nog steeds echt superveel pijn van dinsdag. Echt kleine speler, maar goed.
Dus ik ga lekker sporten en ik zie jullie zo. Ik heb vandaag dus weer de hele gym voor me alleen. Dit is zo chill. Even een uurtje knallen. Nou, van de sportschool gaan we over naar het terras. En ik ben gezellig met Noora. En we hebben hier weer de beste zoete aardappelpietjes van Amsterdam. Bij het paardje, waar ik elke week zit. Maar wel echt heel gezellig hier. En ik ga hier heel goed van genieten, want ik heb vanochtend gesport. Dus een beetje compenseren. Oké, jongens, Vink heeft gekookt. Je gebrek aan slaap, de druk. Een hele grote pan. Oh. Voor echt heel veel mensen. Oh, ik vind het knap. We hebben namelijk allemaal weeskinderen meegenomen. Ja, deze mensen kwamen allemaal tegen op straat. Die hadden wel geen eten. Toen dachten we, nou, laten we... Hallo, wat is er voor de mensen, jongen? Onbeleefd zwijgen. Wow, oh, Ash. Die boos wordt gevolgd. Dames en heren, ik ga jullie wat laten zien. Stel dat er een man jou komt aanvallen. Meisje, kom jij eens hier. Oh, nee. En nu gaan we jullie slow motion laten zien wat er nou echt gebeurd is. Je pakt iemand vast, iemand houdt je vast. Wat doe je dan? Rustig uitleggen. Oké. Okay. Je pakt je hand met je andere hand. Draai even zo, dan kun je ze zien. Oh ja. Pak je hand met je andere hand en dan draai je naar de duim en dan ren je weg. Zo snel als je kan. Fuck, kijk naar. Maar heel leuk dat ik nu weet hoe ik mezelf moet verdedigen. Oké, guys, Azalien en ik gingen net simpel schaar doen. En de verliezer die mag slagroom in iemands anders hoofd doen. En wie heeft er verloren? Oké, wake up, wake up. Enzo heeft verloren. Zeg als je liever zou doen. Slagroom op Azalien. Niet zoveel! Jongen. Nou, Lisa heeft dus dit opgeveegd met een stoffer-emblem. Dat is toch een koninklijk scheppen? Het zit ook op jouw wang. Ja, dat doe je echt zo. Oké, jongens, situatie. We hebben net een muis gespot en Esso gaat nu. Oh, wat erg. Ja, hierheen. Nee. Ja, van hierheen. Ik weet niet meer waar die is. Ja, hij is sowieso al weg. Ik zweer, ik zag hem. Ja, ik zag hem. Kijk, ik zag hem. Zeg het niet. Ik zag hem gisteren ook. Waar is het vriendbeest? Oh my god, guys. Ik heb iedereen weggestuurd en ik zag net op die handschoen die muis lopen. En ik schreeuwde keihard en nu zit hij achter de koelkast volgens mij. Of achter de koelkast, achter de plukbak. What the fuck moet ik doen? What the fuck moet ik doen? Wat moet ik doen? Oh mijn god. Muis, als je er bent. Volgens mij zie ik hem zitten. Maar ik ben al dus een paar keer heb ik tegen de koelkast aangetrapt. Oh mijn god, volgens mij zit hij daar. Ik moet nu S bellen. Ash. Ja. Ik was aan het editen. Meis. Op de handschoen, weet je wel. Die hangt aan mijn naast de prullenbak. Handschoen naast de prullenbak? Nee, ik heb toch die prullenbak en daar hangen toch die gewoon de handdoeken en zo. Hij was op die handdoeken aan het klimmen. Nee. Ja, en dus ik gilde keihard. Dus hij klom zeg maar nog meer omhoog en toen viel hij eraf. En nu zit hij volgens mij achter de prullenbak. Want hij kan ergens heen en ik weet echt niet wat ik moet doen nu. Ga gewoon naar boven zo. Nee, ik ga niet mijn huis ontvluchten. Ik woon hier. Ik betaal vet veel huur. Ja, ik zou gewoon weggaan daar. Ik zie het. Nee, maar... Hoe kan die gozer van mij? Ja, maar oh, waar de fuck is deze muis? Oké, zal ik gewoon de prullenbak wegtrappen en kijken of die erachter zit? Ja, zou ik wel doen. Oké. Okay. Ik wil wel FaceTime, ik wil zien. Ik vind het echt niet grappig. Niet krijg ik de muis. Oké. Hij zit volgens mij hier achter. Is dat Lisa? Trek hem gewoon weg. Lisa. Lisa. Hey Lisa. Kom op nou. Oh, ik zie hem niet. Ik zie hem gaan staan. Oh mijn god, ik zag hem. Oh mijn god, hij zit achter de prullenbak. Wat de fuck moet hij nou doen? Hij zit achter de prullenbak, hè?
heb die muis doodgetrapt. Oh my god, ik heb gewoon een muis vermoord. Ik kan echt wel janken. Dit is echt heel erg. Oh, ik weet niet of ik dit in mijn vlog kan zetten. Dit is echt dierenleed gewoon. Maar ik was echt in paniek. Ik zag gewoon zwart. Ik wist niet wat ik deed. Oh mijn god. Ik zag hem al eerder, of het is een ander, aan het begin van de avond. En die schrok zo erg, omdat ik van hem schrok, dat hij de gang in rende. Dus misschien zit er ook wel een op mijn kamer. Oh mijn god. Tip jongens, ga nooit in Amsterdam wonen. Oh mijn god. En het ergste is nog dat die muis nog steeds achter de prullenbak ligt. En ik alleen thuis ben. En niemand hem wil komen weghalen. En ik heb echt totale paniek. Het is 11:30, 11:50. Ik wil er eigenlijk gewoon zo slapen. En ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Oh mijn god. Ik heb Bram al gebeld. Die woont onder mij, maar die neemt niet op. Ik haat mijn leven. Oké, kleine update. Bram heeft gereageerd eindelijk. En hij is... nu nog ergens anders, maar hij pakt zo de Uber en hij komt straks thuis. Dus hij kan hem voor me opruimen en dan hoop ik dat hij dood is. Oh, ik voel me zo schuldig. Want waarschijnlijk is het niet eens... Ik heb een soort van gevoel alsof het probleem weer weg is. Maar waarschijnlijk hebben we nog zoveel meer muizen hier. Oh mijn god. Maar goed, in ieder geval heel blij dat iemand hem kon weghalen. Het is inmiddels 2:30 s'nachts en ik durf gewoon nog steeds niet de lichten uit te doen. En naar mijn kamer te gaan, omdat ik dus die andere muis... de gang in zag rennen. Dus het zou zomaar kunnen dat hij in mijn kamer zit. Aangezien ik al eerder 2 weken geleden een muis op mijn kamer hoorde lopen. Toen ik in bed lag. Het is gewoon echt niet meer grappig. En ik hoop ook echt niet... Kijk, ik begrijp dat als je dit ziet dat je denkt... Wow, je hebt een muis doodgetrapt. En ik voel me er ook echt heel kut over. Want een muis is ook gewoon een dier natuurlijk. Dat jullie denken van... What the fuck, ben jij voor dierenbul? Maar aan de andere kant... Jullie begrijpen niet hoe kut het is. Als ik hier in mijn eentje zit... En ik hoor gewoon elke keer geritsel. Of ik zie langs me zie ik een muis voorbij flitsen. Of ik lig in bed en ik hoor hem gewoon lopen. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt, echt verschrikkelijk. En geloof ons, we hebben echt alles gedaan. We hebben vallen geprobeerd. We hebben gif neergelegd. Ze kunnen onze keuken niet dichtmaken. Er is eergisteren nog iemand geweest. We proberen het echt wel. Maar we hebben alles ook in bakjes gedaan. Het eten en zo, allemaal. En... Ja, natuurlijk was dit misschien niet goed, want de muis is nu dood. Maar aan de andere kant, ja, mensen zetten toch ook vallen. Die kun je toch ook kopen in dierenwinkels. Ja, niet dat ik het zelf goed wil praten, want ik weet ook echt wel dat het echt niet kan. Het is echt, heel naar. Maar goed, ik vlog natuurlijk mijn leven en daar horen ook de kutte dingen bij. En ook de misschien herkenbare dingen voor mensen die in Amsterdam wonen. Dus bij deze, ook ik ervaar hoe kut het is. En ja, ik ga nu denk maar toch... make-up eraf halen en in bed liggen. Fik is er niet vannacht, dus ik ben ook nog alleen. Oh, zo bizar dat ik die muis gewoon zag klimmen. Dus ik weet gewoon dat hij ook op mijn bed kan klimmen. Maar goed, ik ga proberen lekker te slapen en ik zie jullie morgen. Goedemiddag, het is inmiddels zaterdag en ik heb vanochtend lekker gesport. En nu zit ik weer heerlijk op het terras om te compenseren. Okay. En ik zit lekker met Fik en met Mike en met Daan en met Leo. En ze hebben oesters besteld. Nou, ik hou er niet zo van. Maar enjoy! Goedemiddag, het is vandaag zondagmiddag. En ik ben niet in Amsterdam, maar ik ben bij mijn moeder even thuis. Ik blijf hier een paar dagen in Meidrecht in verband met mijn oma, die is overleden. Ik heb dat niet gezegd in mijn vlog, maar dat is wel gebeurd deze week. Daarom ben ik nu een aantal dagen met familie en heb ik vandaag daarom ook niet gefilmd. Ik hoop dat jullie het begrijpen, maar vast wel. En daarom ga ik deze weekvlog ook lekker afsluiten. Sorry voor dit rommelige weekend. Niet veel gefilmd, maar ik hoop dat jullie de rest van mijn vlog wel heel erg leuk vonden. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!